Welkom bij TopDocs Smerige Show, waarin Rachel en Albert de meest smerige, leerzame experimenten uitvoeren. Je denkt misschien, Rachel is lekker aan het slapen, als een heerlijke donroosje aan het dromen. Maar ondertussen wordt ze opgevreten door miljoenen kleine beestjes. Rachel, wakker worden. Wakker worden. Wat dan? Wat is er aan de hand? Is het brand? Je wordt opgevreten. Wat zeg je allemaal? Ja, in je bed zitten allemaal beesten en die eten je huidschilfers op. Serieus, kom, we gaan kijken. Ja. Kom kijken. Ja, dag. Misschien kunnen we met het vergrootglas al zien. Ga weg, Albert. Ik lig lekker te slapen. Nee, we gaan... We hebben hier niet meer te presenteren. Dan fijn. Wat wil je nou eigenlijk? Met dit vergrootglas kun je het misschien al wel zien. In je bed zitten miljoenen kleine beestjes. En die heten huisstofmijten. Laat eens zien dan. Ja, ik denk dat we het met een microscoop moeten gaan proberen, want ik zie niks. Kijken. En die beestjes zijn dus doorzichtig, dus dat helpt al niet echt. En ze zijn maar 0,3 millimeter groot. Dus echt piep, piep, piep klein. Kijk, ik probeer ze hier te vangen met een plakbandje. Daar blijven ze hopelijk aan vastplakken. Dan kunnen we dit straks bekijken onder de microscoop. Ja, want ik weet zeker dat ze er zitten, want ik ben allergisch voor huisstofmijt. Ja? En ik heb echt een beetje jeuk in mijn ogen en mijn neus. Dus ze zitten er sowieso op de plakband. Ja, en wat dus cool is, als je allergisch bent voor huisstofmijt, wat best veel mensen zijn, dan ben je niet per se allergisch voor die beesten, maar voor hun poep. Cool, hè? Nou, ik weet niet hoor. Er zit zo nog dus te poepen in mijn bed. Ja, want ze eten dus huidschilfers. Huidschilfertjes die van je huid afvallen en dus in je bed vallen. En die eten ze op en dan hebben ze gewoon poep als elk ander dier of wezen. En daar ben je dan allergisch voor. Oké, Albert, waar ben ik nou op zoek? Hoe ziet die kring eruit? Kleine beestjes die haakachtige pootjes hebben waarmee ze kunnen blijven plakken aan je dek. Maar ik heb al een plaatje, kijk. Zo zien ze eruit. Hoe? Oké. Okay. Wat een eng dier. Het is gewoon een spin dus. Gewoon een monster. Ja, het lijkt een piepkleine bedmonstertje. Maar nee, gatsiteri, wat is dat dan? Laat zien. Hier, die grote brok. Wat is dat? Wow, wat is dat joh? Geen idee, wat smerig dat het in je bed ligt. En hier hebben we, even kijken, onzichtbare beestjes. Misschien, even kijken. Is dat er een daar zo, in het midden? Ja, misschien. Maar ik zie geen poten. Nee. Hij beweegt ook echt niet. Je zou toch denken, ah, we gaan eens even naar links, links, links. Ja. Wat is dat? Hier dat, oh ja. Ja, ja, dat is er een, dat is er een. Ja. Ik wil deze niet in mijn bed. Dus wat moet ik doen om te zorgen dat die dingen gewoon lekker hun eigen huis gaan bouwen en niet in mijn bed hun feestjes gaan vieren? Nou, dan moet je zorgen dat je zo min mogelijk huidschilfers voor ze verzamelt waar ze van leven. Dus je bedden goed gewoon op tijd wassen, goed luchten, geen vloerbedekking in je kamer. Daar zitten ze ook lekker in. Goed stofzuigen. Je bed niet opmaken, heb ik wel eens gehoord. Ja, niet te strak, lekker warm zo. Als je 's ochtends eruit gaat, gelijk alweer dicht doen, want dan is het daar heel lang warm nog. Ja, dus inderdaad, als jij van je ouders, dat is een goeie, als jij van je ouders je bed moet opmaken, dan zeg je nee! Ik wil geen huisstofmijt in mijn bed. Wil je dat ik word opgegeten door beestjes? Wil je soms dat ik word opgegeten? Oh, wauw, wat een goed argument. Ja. 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 Had je wel een naam gegeven? Dirk. Dooie Dirk. Dooie Dirk, ons huisdier. Check voor al onze smerige video's de Smerige Show afspeellijst.